Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 17 mei van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel bewolking. Af en toe is er ruimte voor de zon, maar het weerbeeld is vaak grijs, zeker vanochtend bij een temperatuur van 11 of 12 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Lokaal is de bewolking dik genoeg voor een spatje regen of motregen. Vanmiddag is het echter nagenoeg droog bij 14 of 15 graden en een matige wind vanuit het oosten. Vanavond klaart het soms op. Het is vaak droog en de temperatuur ligt rond een graad of 15. Er staat amper wind. En vannacht kunnen een paar misbanken ontstaan en daalt het kwik tot omstreeks 10 graden. Morgen is het een stuk warmer met 's middags 20 tot 23 graden. De zon krijgt weer meer ruimte, maar de lucht is ook onstabiel, zodat er een paar regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Ook de dagen daarna hebben we te maken met vrij onbestendig weer met dagelijks een enkele bui. Zondag is het nog warm. In de nieuwe week gaat de temperatuur geleidelijk aan naar beneden, naar 15 tot 18 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.